Vind je iemand leuk of zit je momenteel in een relatie, dan is deze video precies voor jou. In deze video wil ik het met jou hebben over gevoel of keuze, want ik denk dat die twee dingen echt wel uit elkaar gehakt kunnen worden. Je kent wel het probleem, dat je met iemand bezig bent, of je vindt iemand leuk, of je zit momenteel in een relatie, en in één keer zegt de persoon van, hé, luister, ik voel niet meer zoveel voor je, of van, mijn gevoel wordt minder, of je herkent misschien dat je zelf misschien minder gevoel hebt voor je partner, dan denk ik dat deze video goed geschikt is voor jou, want daar kunnen we wel een beetje aan werken. Kijk, voordat je aan een relatie begint of je hebt een relatie, dan begin je met één ding en dat is een keuze. Want je zegt tegen elkaar als het ware van, hé, ik hou van je en die persoon houdt van jou. Dat is een keuze die je op dat moment maakt en die je altijd centraal moet stellen. Want wat er ook om je heen gebeurt of wat je ook voelt of wat je ook denkt te gaan voelen in de toekomst, het is altijd belangrijk om te kunnen kijken van, waar begonnen we mee? Wat is eigenlijk het, waar zijn we eigenlijk mee begonnen? Is de intentie misschien een hele andere iets geweest? Misschien heb je gewoon gezegd van, hé, omdat we misschien goed met elkaar in bed overweg kunnen, dat was onze aanstoot tot een relatie. Dat zijn allemaal dingen die je altijd vast moet stellen. Wat heb je gedaan voordat je begon aan een relatie? Kijk, het is belangrijk om te kunnen zeggen van, ik hou van je, omdat je echt oprecht van die persoon houdt. Maar wat je ook vaak ziet is dat mensen zeggen, ik hou van je omwille van misschien hoe je eruit ziet of hoe goed je in bed bent. Al dat soort dingen kunnen serieus centraal stellen in een keuze die je maakt van, wat doe je eigenlijk voordat de relatie begint. Kijk, keuzes die staan vast. Maar gevoelens kunnen nogal wankelen. Want stel voor, je hebt dit voorbeeldje. Oh, het is slecht weer buiten, zeg. Ik voel me echt rot. Het is echt slecht weer buiten en ik voel me rot. Zie hoe snel eigenlijk als het ware je gevoel centraal kan staan en er is eigenlijk niks veranderd. Het weer is alleen veranderd, het regent een beetje, maar dat slaat gelijk tegen je gevoel aan. En daarom kun je dus uitmerken dat je gevoel heel kwetsbaar is voor dingen om ons heen. Niet eens dingen die we zeggen, maar ook de dingen die we zien. Ons gevoel is daarin heel wankel. En pas daarom op, haal die twee dingen uit elkaar. Gevoel en een keuze. Maar wat kan invloed hebben op die gevoelens? Nou, laten we zeggen, verkeerde vrienden. Vrienden kunnen ook heel erg, hoe zeg je dat, jouw gevoel bepalen. Misschien zijn het wel bepaalde verslavingen die je hebt. Misschien bepaalt dat gewoon je gevoel. Of misschien heb je wel slechte muziek waar je naar luistert. Dat je denkt van, nou, die muziek maakt me echt agressief en dat geeft me echt een gevoel wat niet prettig is. Als je die dingen hebt ontdekt van jezelf, je denkt van, oké, dit zijn misschien de dingen waar ik misschien aan zou kunnen werken, doe dat ook dan. Maar dan moet je weer altijd teruggaan naar de vraag van, wat zijn jouw keuzes? Waarom heb je gekozen voor die persoon? Wat is nou echt De ware identiteit dat je ziet in die persoon waarmee je bezig bent of die je leuk vindt? Ik bedoel, dat is wel belangrijk dat je weet van, wat vind ik nou zo leuk aan die persoon? Probeer maar eens een keer te vragen, wat vind je leuk aan me? En meestal hoor je de dingen van hoe je eruit ziet. Je hebt mooie ogen, mooie benen, een lekker kontje, I don't know what. Maar uiteindelijk moet je naar de kern gaan. Wat is nou de waarde wat je in haar ziet, waar je haar over 10 jaar ziet, met jou samen? Dat moet je al centraal stellen. En daarom vind ik het heel gevaarlijk, in deze tijd vooral, is dat mensen al zo lang, op zo'n korte termijn al een relatie beginnen. Weet je, omdat je elkaar misschien 2, 3 keer hebt gezien, heb je de leukste dingen van elkaar gezien. Maar er komt een periode en een tijd dat je zeg maar echt diep in elkaar ingaat. En dan zie je echt van, wie ben je nou echt? En wat zie jij in mij en wat en andersom ook? En dan leer je iemand ontdekken op een bepaald nieuw niveau. Want wanneer er druk komt, dan ga je zien wat eruit komt. Als ik een sinaasappel vast heb en ik druk erin, dan komt het eruit. Dan komt het ware komt eruit. Wat je echt ziet. Misschien loopt alles nou heel flex en relax, maar er komt een tijd en een periode dat je de druk gaat meemaken. Dan komt de keuze weer terug naar wat je op het begin hebt gemaakt. Wat ik zei, als je helemaal terug gaat naar het begin, ik hou van je. En dat is de keuze die je maakt. En niet om wat je voelt, die dingen zijn belangrijk. Maar vergeet altijd nooit, wat is de waarom heb je gekozen voor die persoon? Ga altijd terug naar de basic, altijd terug naar de basisdingen. Wat er ook is gebeurd, ga terug naar de basis. En natuurlijk, er kunnen soms momenten zijn dat je even niet met elkaar lekker overweg gaat. En het is ook goed, stel voor je hebt een keuze gemaakt aan het begin. En je ziet dat die keuze niet waargemaakt wordt. En je ziet als het ware van, oké, we hebben bepaalde dingen afgesproken, maar ik zie gewoon dat daar niet aan gewerkt wordt. En je praat er met elkaar over en er wordt niet aan gewerkt, dan kan je zeggen, oké, daar kunnen we misschien een punt achter zetten. Maar wat belangrijk is ook van, oké, je hebt misschien bepaalde punten meegenomen. En je hebt bepaalde punten al gemaakt, maar bijvoorbeeld 1 punt nog niet. En dat komt pas later aan pas. Dat kan ook. Weet je wel? Er zit een vrucht in. Er begint iets te groeien. Snap je? Stel voor, je hebt met je partner gezegd van, oké, deze 4 dingen echt niet doen, oké? Oké, je gaat met elkaar overweg verder en plotseling doet hij 1 ding. Maar die andere 3 dingen heeft hij nog nooit gedaan. Vergeet dan nooit, want er is een moment dat je ook kan zeggen van, ik vergeef je en laten we verder gaan bouwen. Geef niet gelijk op. Als iemand misschien niet voldoet aan al je eisen. Misschien aan 2 eisen wel, misschien is hij daar al aan gaan werken. Geef elkaar dan alsjeblieft de tijd. Laten we niet een tijdsdruk op elkaar drukken van, in die periode moet je veranderen, nee. Geef elkaar de ruimte en de tijd om te groeien. En groei naar elkaar toe. Groei niet van elkaar af. Je bent een team en geen vijanden. Dit was in ieder geval de video waar ik het vandaag over wil hebben. Ik weet, het is echt heel iets anders. Maar ik geloof ook dat deze dingen goed zijn om te delen. Ken je nou mensen die momenteel in een relatie zitten of die dit wel kunnen gebruiken? Stuur deze video naar ze toe en geef ze een bemoediging van, yo, luister,
Nee, we staan achter je. Maar in ieder geval, dit was mijn video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wil je nou een van mijn vorige video's zien? Dat kan. Naast mij staan mijn video's. Je kan ook abonneren op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van wat ik allemaal ga posten. En welke andere dingetjes ik ga allemaal maken. Dus blijf lekker op de hoogte. Blijf abonneren, reageren. Geef een like als je deze video leuk vond. En dan is mijn vraag vandaag aan jullie. Waarover zal ik volgende keer een video maken waarover ik het kan hebben? Zijn het misschien tips op het gebied van, school of wat dan ook? Laat het hieronder weten in de reacties. En dan zal ik het in mijn volgende video over hebben. Ik bedank jullie voor het kijken. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao.